Vanaf het begin van dit seizoen speelt Damien van Brugge voor Jong PSV. De verdediger die overkwam van Ajax is al niet meer weg te denken uit het team van Pascal Jansen. Tijd voor een nadere kennismaking en we beginnen bij het begin. Toen de nu zo rustig ogende van Brugge een driftig Damienneke was. Ik ben eerst begonnen in Utrecht. Via mijn vader, hij voetbalde daar vroeger, ben ik daar begonnen. Toen daarna in Almere gaan wonen en ook gaan spelen bij Buitenboys. Toen bij Omniworld terechtgekomen, wat nu Almere City is. Toen ben ik op mijn 15 of 16e naar Ajax gegaan. En sinds deze zomer bij PSV. Ja, wat voor voetballer was de kleine Damien? Ik was best wel driftig. Ik kon heel slecht tegen mijn verlies. Als we verloren, dan zat ik 2 minuten daarna zat ik in de auto om weer naar huis te gaan. Gelukkig heb ik daar wel mee leren omgaan. Want volgens mij zijn mijn ouders wel eens gek van me geworden. Ja? Ja, dat denk ik wel. Hoe uitte zich dat? Ja, gewoon kwaad. Dingen omverschoppen en zo. Dus gelukkig gaat het nu al wat beter. Als er een keer iets niet gaat zoals ik dat wil. In het begin dacht ik eerst van het is een geintje denk ik, omdat het kwam echt uit een hele onverwachte hoek. Ik had er totaal geen rekening mee gehouden. Maar toch was ik eigenlijk ook wel benieuwd wat het plan was en daarom ook gaan praten met PSV. En het sprak me erg aan. Ik voelde eigenlijk vertrouwen. Dat miste ik een beetje bij Ajax, vertrouwen. En van daaruit eigenlijk leek het in mijn ogen best een logische keuze om voor PSV te kiezen. Ja, zat je bij Ajax echt op een doodspoor of had je daar nog wel de mogelijkheid om te blijven? Ik kon blijven. Mijn toekomst was niet helemaal duidelijk. En ik denk dat als jonge speler wel prettig is als je weet waar je aan toe bent. En ook waar je naartoe kan groeien en waar niet. Ja, waar merkte je aan dat je bij Ajax in principe klaar was? Nou, dat ik eigenlijk vanuit Jaap Stam en Andries Ulderink we veel vertrouwen kregen en dat zij het erg in me zagen zitten. En eigenlijk vanuit de A-selectie eigenlijk nooit iets heb gehoord of ergens bij betrokken ben. Dus voor mij was het daarom best wel een makkelijke keuze ook. En als ik er nu ook op terugkijk, ben ik hartstikke blij dat ik die stap heb gemaakt. Sommige mensen zullen die keuze niet begrijpen, maar als je als voetballer ergens anders, als het ergens anders beter lijkt voor jou, dan waarom zou je die stap niet maken? Dan komt het moment dat je die stap maakt, dat het naar buiten komt, zijn dan ook nare reacties die je krijgt, bijvoorbeeld op social media of zo? Ja, natuurlijk. Wat zijn dat voor reacties? Ja, dat je een verrader bent en wat allemaal nog niet meer. Maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Die mensen die weten vaak niet eens hoe het in elkaar zit en weten ook niet van de situatie af. Dus die mogen van mij roepen wat ze willen. Op een gegeven moment leef je als voetballer leef je best wel in je eigen wereldje. En dan denk je van het gaat wel goed en het komt allemaal wel. Maar als je nu uit je eigen leventje wordt getrokken en ergens anders neer wordt gezet. Ja, komt er best veel op je af. Voor het eerst uit huis. Zelf koken. Wassen ook nog. En er komt er best wel veel op je af. En ook best wel veel dingen die je ook mee kan nemen naar het voetbalveld eigenlijk. Dromen. Uiteindelijk is het toch wel hartstikke mooi als je gewoon het eerste van PSV kan halen. Kampioen kan worden. En dan en dan misschien een mooie stap maken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus voor mij, ik denk dat het hartstikke mooi is als je gewoon 12, 13 jaar op een goed niveau kan spelen. En dat je daarna terug kan kijken op een mooie carrière.